Ik ben Finn Mulder. Ik ben een keeper van Ajax 110. Dit is mijn opa. Hij heet Aad en ik vis vaak met hem. Hij is rustig. Hij heeft veel geduld. Hij is goed in vissen. Hij heeft veel dingen om goed te kunnen vissen. Dat is mijn hobby. Ik vind het heel leuk om grote vissen te vangen. En daar ga ik ook voor vissen. Ik ben altijd verwoed visser geweest. En dan was hij een jaar of drie dat hij voor het eerst meeging zo'n beetje. En toen moest ik hem echt dicht tegenhouden, want hij was nog te speels. En later kreeg hij toch wel in de gaten dat het toch wel leuk is om te doen. En toen werd hij heel kalm. In het begin was hij hier van nou, wat moet ik? Maar dan ging hij rustig zitten en de eerste keer moest ik na vier uur zeggen van Kim, ik ga naar huis, ik vind het goed. En nou viel hij elke keer bel me geregeld, wanneer gaan we weer vissen? Ja, even wel kijken. Ja. Over van alles hebben we het. Ja, we doen een beetje hoeren, maar een beetje geintjes, een beetje gek doen. Over de, oh, school vraag ik ook wel. En wat je geleerd hebt, trainen weer. En, nou, daar praten we over. Niks bijzonders eigenlijk, gewoon het dagelijks leven. Oh, hij was lief. Hij is een kill. Ja, hij moet een hakensteken pakken. Met voetbal is hij fanatieker, want dat is toch wel zo'n lust in zijn leven hoor. Ik vind dat hij wel leert dat hij geduld moet hebben. Dat leert hij wel. Ik heb ook gekiept bij de marine en uiteraard gewoon bij de vereniging. Ja, maar dat talent heeft hij niet van mij. Ik zeg allemaal zo, dus mijn vader, ik en een oom van hem is keeper, het is allemaal keeper. Sander opa, die was ook keeper. Keeper trainer ook is hij. En daar hebben ze denk ik meer van als van mij. Dit is mijn opa. Ik train vaak met hem en hij heet opa Kok. Hij is vroeger ook keeper geweest, andere opa ook. Hij is keepertrainer bij Odin. In de vakantie dan gaat de telefoon van hey opa, ik heb nog wat te doen. Nou, dan voel je hem al aankomen. Dus dan gaan we, ja, okay, ik ga je maar omkleden, ik kleed me om, ik kom je halen. En dan gaan we dus bij mijn vereniging gaan we daar trainen. Hij is denk ik geschaald omdat hij behoorlijk kan voetballen. Hij heeft een behoorlijke goede trap over hem. Hij is niet bang, hij duikt overal voor. En zijn coaching, ja, hij coacht heel erg goed voor zijn leeftijd. Ja, doet hij het heel erg goed. En daardoor heeft Ajax, je hebt hem drie wedstrijden gecoacht. Drie wedstrijden. En ja, toen kwam het eruit van, ja, die moeten we gauw hebben. Op trainingsgebied. Daar heb je zijn voordeel mee dat hij zijn vader traint, keeperstrainer geweest is, zijn opa keeperstrainer. Ja, en hij vindt het leuk. We hebben Finn nooit voor de keuze gesteld van jij moet keeper worden. Als hij het veld opliep, liep hij naar het doel toe in plaats van dat hij in de spits ging staan. Dus of het nou van natuur is, ja, dat weten we niet, maar hij heeft wel het meeste talent. We spelen natuurlijk eerst bij Dem in Beverwijk in de F10. Uiteindelijk krijg je te horen via dat er een scout langs de lijn staat en die naar hem komt kijken. Die was getipt. Ga je daar vrij nuchter heen en vrij nuchter in. Tot het moment dat je het gesprek kreeg dat hij was aangenomen bij Ajax. En of hij een jaartje bij Ajax wilde komen spelen. Ja, huilen. Van blijdschap. Ik vind dat wel, ja, mooi. Niemand uit mijn straat, niemand uit mijn wijk heeft dat. Zo'n mooie leven. Elke dag dat hij daar mag meekomen is een belevenis voor die jongen. Daar moet hij van genieten. Want we weten allemaal dat het, de kans dat je het uiteindelijk gaat halen heel klein is. Dus laat hem lekker genieten en we zien wel waar het schip stond. Ja, hij leert zichzelf natuurlijk uit te dagen bij Ajax. Doordat hij natuurlijk ook steeds met hele goede talenten om zich heen speelt, wordt natuurlijk ook het uiterste van hem verlangd.
Hij leert bij Ajax niet alleen keeper, maar natuurlijk ook meevoetballen. Hij leert zowel tactisch, technisch als fysiek. En ik denk toch ook wel een bepaalde, dat hij leert een bepaalde opvoeding. En ik vind wel dat ze een bepaalde opvoeding meekrijgen vanuit Ajax, wat ten positieve zal zijn voor hem in de maatschappij. Als ik zie wat voor staf er loopt om die kinderen heen, dus ik denk dat er echt goed met zijn talenten worden omgegaan door Ajax zelf. Ik denk niet dat ik 1, 2, 3 een betere club daarvoor kan bedenken. Mijn allergrootste droom is om in Ajax 1 te spelen. Trainer Dennis, trainer Rick, trainer Joost. De hele onderbouw is leuk. Toen ik er kwam, was ik net zo goed als Dem. En dan ben ik stukken beter. Dan heb ik een paar penalties gepakt. En dat is mijn doel om de beste keeper te worden van de hele. Ik keek vaak plaatjes en filmpjes van Edwin van der Sar. En ja, ik werd heel erg fan van hem, dus heb ik dit maar gemaakt. Dat is wel heel graag. Als Edwin van der Sar zou spreken, dan zou ik hem vragen. Wat wou hij als kind vroeger? Wou hij prof worden of niet? Dat zou hij ook wel willen, maar waar wou hij terechtkomen? En wat was zijn doel voor te verbeteren?